springen van tak naar tak en zo snel mogelijk de top van de boom bereiken. Het viel niet mee. Nee, dat valt niet mee. Dat is echt wel vermoeiend. Even zo naar boven. Dat was de dagelijkse kost voor jullie, die boom in. Jawel, maar we gebruiken tegenwoordig echt wel iets andere technieken. Want het Nederlands kampioenschap boomverzorging draait vooral om klimmen. Ja, heel veel klimmen, ja. Deelnemers zijn ook aardig vermoeid na afloop. Dus dat is een inspannende dag voor hun, zeg maar. Je wordt niet zomaar kampioen boomverzorging. Nee. Want dan moeten ze eerst deze man verslaan, die als een soort Tarzan naar beneden geslingerd komt. Harry Verbeek uit Waalre won vorig jaar het NK en is van plan dat dit jaar weer te doen. Ik hoop het. Ja, tot nu toe ziet het er goed uit. Ja, ik heb het nog niet laten liggen, dus... Maar eerst moest hij vandaag door de voorrondes zien te komen. Daarvoor moesten ze onder meer een parcours door de bomen afleggen, zo snel mogelijk 15 meter omhoog klimmen... En een pop uit een boom redden. En zo wordt een prachtig beroep ineens topsport. Er gaat niks vanzelf natuurlijk. Wij klimmen omhoog in plaats van met een hoogwerker. Dus het is allemaal fysiek werk. De deelnemers zijn bijna allemaal op dezelfde manier begonnen. Ik heb drie broers en wij werden altijd naar buiten gestuurd. Vroeger hadden we nog geen iPadje en dat soort dingen. Dus wij waren altijd buiten aan het rotzooien. Het is een soort kinderiets wat uitkomt, hè? Je klimt in boom, je begint ermee. En hier zit je werk erin. En wie weet is dit over een paar jaar de kampioen, want inderdaad, jong geleerd is oud gedaan.